weet, maar ik wil er toch eventjes naartoe. Is somebody with me? Is iemand met mij? We are going to deepen ourselves in the word of the Lord. We gaan ons verdiepen en we gaan onszelf dompelen in het woord van God. Are you ready for the word of God? Bent u klaar voor het woord van God? Hallelujah. Do we have John 3:16? Hebben we het? Johannes 3:16. Hallelujah. Okay. And write down for me John 15 verse 13 and give it to me when I ask you, yeah? Schrijf Johannes 3 vers... No, 15 verse 13. Johannes 15 vers 13 voor me opschrijven en geef als ik erom vraag. Yes, okay. So John 3:16 is a very powerful scripture. En dit is echt een krachtig schriftgedeelte, Johannes 3 vers 16. I remember when I used to grow up. Ik weet nog toen ik aan het opgroeien was. In the Lord. In de Heer. I used to be amazed by the scripture. Ik was echt altijd versteld van deze schriftgedeelte. Because it was used to preach during evangelism. Want het werd vaak gepredikt tijdens evangelisatie. And the evangelist would speak about it. En de evangelist sprak hierover. For God so loved the world. Want God hield zoveel van de wereld. That he gave his only begotten son. Dat hij zijn enige zoon heeft gegeven. That whosoever believes in him. Zodat iedereen die in hem gelooft. Should not perish but have everlasting life. Niet verloren gaat, maar eeuwig leven zal hebben. When I was young, this word used to hit me. En toen ik jong was, sloeg dit woord mij. Het raakte mij zo krachtig. Because I was amazed by this big God. Maar ik was versteld over deze grote God. Who chose to love the world. Die ervoor koos om van de wereld te houden. And I was part of that world. En ik was een gedeelte van die wereld. That he chose to love. Waarvan hij gekozen heeft om van te houden. He did not only love other people. Hij hield niet alleen van andere mensen. But I was part of the people he loved. Maar ik was een gedeelte van de mensen waar hij van and hield. He says that because of this love. En het staat van vanwege deze liefde. He gave his only begotten son. Gaf hij zijn enige zoon. And I used to see how big Jesus Christ is. En ik zag hoe groot Jezus Christus was. And I would be so fascinated. En ik was zo gefascineerd. That this beautiful, beautiful, powerful Savior. Dat deze mooie, mooie, krachtige Redder. Was given to die for me. Gegeven werd om voor mij te sterven. That the Father loves me. Dat de Vader van mij hield. That he counted me. Dat hij mij rekende. As one of those that he wanted to be saved. Als een van degenen die hij wilde redden. Oh, how much he loves us. Oh, hoeveel hield hij van ons? And I was happy that he didn't only love me. En ik was zo blij dat hij niet alleen van mij hield. But he loves my mother, my father, my family people. Maar hij hield van mijn moeder, mijn vader en mijn familie. I want to tell somebody today. Ik wil iemand vandaag vertellen. God is a God of love. God is een God van liefde. And he says. En hij zei, if I believe in Christ Jesus, als ik in Christus Jezus geloof, I will not perish. Dan zal ik niet omkomen. And that gave me hope. En dat gaf mij hoop. Some people don't have hope. En sommige mensen hebben geen hoop. But Jesus Christ, maar Jezus Christus, the Son of the living God, de Zoon van de levende God, he is the hope of all nations. Hij is de hoop voor alle naties. He is the hope of all mankind. Hij is de hoop voor de mensheid. If you feel hopeless today, als u zich vandaag hopeloos voelt, I want you to remember. But there is a God. Wil ik dat u herinnert, er is een God. There is a Father. Er is een Vader. No matter what you are going through. En het maakt niet uit wat u doorheen gaat. The beginning of your relationship with him. Het begin van uw relatie met hem. Started with the love he has for you. Begon met de liefde die hij voor u heeft. It was because of this love he chose you. Het was vanwege deze liefde dat hij u heeft gekozen. To be saved. Om gered te zijn. That you don't perish. Zodat u niet omkomt. He wants to spend eternity with you. Hij wil heel graag met eeuwigheid met u he delen. He has an eternal plan. Hij heeft een eeuwig plan. Joey, you need to stay awake. Joey, wees wakker. He has an eternal plan. Hij heeft een eeuwig plan. And you are part of that plan. En u bent gedeelte van die plan. Is somebody with me today? Is iemand met mij vandaag? God loves you. God houdt van u. God loves me. God houdt van mij. God loves us. God houdt van ons. Can you just receive that? Kunt u dat ontvangen? Can you say God loves me? Kunt u zeggen God houdt van the mij? The Father loves me. De Vader houdt
van mij. I know so many of us have done wrong things. Ik weet dat veel van ons verkeerde dingen hebben gedaan. And the enemy makes us to feel. En de vijand laat ons gevoel hebben. Like the father is angry at us. Omdat de vader boos op ons is. The father is not angry at us. Maar de vader is niet boos op ons. The father loves us. De vader houdt van ons. He may be grieved. En misschien is hij bedroefd. It's a different thing from not loving you. Maar dat is een heel ander iets dan niet van u houden. The father may hurt. De vader zal pijn hebben. Because of what we do. Vanwege wat wij doen. Because we do hurtful things. Want wij doen pijnlijke dingen. But he has nothing to do with his love. Maar het heeft niets te maken met zijn liefde. He still loves you. Hij houdt nog steeds van u. That's why he's sending this word to you. En daarom stuurt hij dit woord voor u. He's sending the word to me. Hij stuurt het woord naar mij. And he's letting you to know. En hij laat u weten. No matter what you've done. Ongeacht wat u gedaan heeft. I want you to come close to ik me. Wil dat u dicht bij mij komt. I want you to be close to ik me. Wil dat u dicht bij mij bent. Can I have John 15 and 13? Kan ik Johannes 15 vers 13 krijgen? Is somebody with me? Is iemand met mij? Hallelujah. Oh, how he loves us. Oh, hij houdt zoveel van ons. John 15 and 13 says. Johannes 15 vers 13 zegt. No greater love has anyone than this. Than to lay down his life for his friends. There is no greater love. Er is geen grotere liefde. You cannot ever find any greater love. U kunt geen grotere liefde no vinden. No greater love has anyone than this. Niemand heeft een grotere liefde als dit. Than to lay down his life for his friends. Dat is om zijn leven neer te leggen voor zijn vrienden. Do you know that in the beginning? En weet u dat in het begin? We were servants and slaves to Christ. Wij waren dienaren en slaven voor Christus. But it came to a place. Maar het kwam tot een plaats. Where he says, I no longer call you slaves. Dat zei, ik noem je niet langer slaven. But call you friends. Maar ik noem je vrienden. I call you friend. Ik noem u vrienden. Jesus is calling me friend. Jezus noemt mij vriend. He is calling you friend. Hij noemt u vriend. What a deeper level of love. Wat een dieper niveau van liefde. God, you will never find any greater love than this one. God zegt, u zult nooit een grotere liefde dan deze kunnen vinden. That somebody loves you so much. Dat iemand zoveel van u houdt. To lay down their life. Dat ze hun leven neerleggen. To give up their life. Om hun leven op te geven. To sacrifice their life. Om hun leven te offeren. For you and I. Voor u en ik. Jesus has sacrificed his life for you. Jezus heeft zijn leven geofferd voor u. Preach Jesus in this place. Ik predik Jezus in deze plaats. And the love of the Father. En de liefde van de Vader. Let it bring healing. Laat het genezing brengen. Let it bring hope. Laat het hoop brengen. Let it bring restoration. Laat het herstel brengen. Let it be the power of the word. Laat het de kracht van het woord zijn. The gospel. Het woord. That is unto salvation. Dat voor redding is. In the name of the Lord Jesus. In de naam van de Heer Jezus. If you don't know Jesus Christ as your Lord and your Savior. Als u Jezus Christus nog niet kent als uw Heer en Meester. I present the God of love to you today. Ik presenteer u de God van liefde He vandaag. He wants you. Hij wil u. He wants your life. Hij wil uw leven. He wants your soul. Hij wil uw ziel. He wants to be partners with you. Hij wil partner zijn met u. Go to Romans chapter 7. Ga naar Romeinen hoofdstuk 7. Verse 35 till 39. Vers 35 tot en met 39. Hallelujah. I hope I have the right scripture, but let's go and see what it says. Ik hoop dat ik het juist zeg, maar laten we gaan en kijken wat het zegt. Hallelujah. Thank you, Father. I think it's either chapter 7 or 8, but start with chapter 7, let me see. Ik begin even met hoofdstuk 7, even kijken. Romeinen hoofdstuk 7. Thank you, Father. It is 8, Romans chapter 8. Nee, hoofdstuk 8. Vers 35 tot en met 39. Halleluja. Romans chapter 8. Romeinen hoofdstuk 8. Vers 35. Vers 35. To 39. Tot 39. It says, what shall separate us from the... I want everybody to read it. Come on, read with me. Could iedereen het lezen? Everybody read with me. 1, 2, 3, go. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword, as it is written, for your sake we are killed all day long, we are counted as sheep for the slaughter. Yet in all these things we are more than conquerors through Christ who loved us. For I am persecuted. I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other created thing shall be able
to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Did you just not clap? Nothing is able. Niets is bij machten. To separate us. Om ons te scheiden. From the love of the Father. Van de liefde van de Vader. The love that God has for us. De liefde dat God voor ons heeft. Through Christ Jesus. Door Christus Jezus. Don't ever think that because you are going some things. Denk nooit dat omdat u door dingen heen gaat. That you have been separated from the love of God. Dat u gescheiden bent van de liefde van, de, van God. It is a kind of love. Het is een soort liefde. That never leaves you. Dat u nooit verlaat. Your mother can leave you. Uw moeder kan bij u weggaan. Your father can leave you. Uw vader kan bij u weggaan. Your husband may leave you. Uw echtgenoot kan bij u weggaan. Your wife may leave you. Uw echtgenote kan bij u weggaan. Your children can leave you. Uw kinderen kan bij u weggaan. People can forsake you. Mensen kunnen u achterlaten. But not God. Maar nooit God. And not his love. En niet zijn liefde. Even when we have acted so badly. En al hebben we ons zo slecht gedragen. In our worst time. In onze slechtste tijden. In our worst hour. In onze slechtste uren. Our worst attitude. Onze slechtste attitude. That people are rejecting dat us. Dat mensen ons afwijzen. The love of God still fights. De liefde van God strijdt nog steeds. The love of God is fighting. De liefde van God strijdt. He's fighting for you. Het is voor u aan het strijden. We are not here today because we are perfect. We zijn er niet vandaag omdat wij perfect zijn. We are here today because His love is perfect. Wij zijn hier omdat zijn liefde perfect is. The love of the Father. De liefde van de Vader. The Father's love is perfect. De liefde van de Vader is perfect. The love of the Father is fighting for you. De liefde van de Vader is voor u aan het strijden. Even when you condemn yourself. Ook wanneer u zelf veroordeelt. You feel like you are not good enough. U heeft het gevoel dat u niet goed genoeg because bent. Because you messed up. Omdat u er een potje van hebt gemaakt. Anybody ever messed up? Heeft iemand hier ooit een potje van gemaakt? Anybody beside me ever messed up? Is iemand naast mij die ooit een potje but the love kept fighting for maar de liefde bleef strijden voor u. Even when you felt like you were not qualified to come to His presence. Al voelde u dat niet gekwalificeerd was om in zijn tegenwoordigheid te komen. His love brought you to church. Zijn liefde bracht u naar de kerk. His love brought you to prayer. Zijn liefde bracht u naar gebed. He loves makes you to worship. En zijn liefde zorgde ervoor dat u ging nothing aanbidden. Can ever separate us. En niets kan ons ooit scheiden. Halleluja. Not even coronavirus can separate us. Zelfs coronavirus virus kan ons niet from scheiden. The love of the Lord. Van de liefde van de Heer. I'm talking about the God who loves us. Ik heb het over de God die van ons houdt. Can somebody say, Father, thank you for loving kan me? Kan iemand zeggen, Vader, dank u voor mij houdt. Thank you for loving me. Dank u voor mij houdt. I feel the love of the Father ik in this place. Voel de liefde van de Vader in deze plaats. Let your love carry me through, God. Laat uw liefde mij doorheen dragen, God. I need an abundance of the love of God. Ik heb een overvloed nodig van de liefde van God. It is because of His love He's giving me grace. Het is vanwege zijn liefde dat Hij mij genade heeft come gegeven. Come on, shout, Father, thank you for love. Roep het uit, Vader, dank u voor liefde. Thank you for your love. Dank u voor uw liefde. Let's go to the book of Romans, chapter 8, verse 14 to 17. Laten we naar Romeinen gaan, hoofdstuk 8, vers 14 tot en met 17. We're talking about the love of the Father. We hebben het over de liefde van de Vader. Receive the love of God. Ontvang de liefde van God. Halleluja. Amen. It says for as many as are led by the Spirit of God. This. Come again. Romans 8 chapter 14. To 17. Romans 8. Romeinen 8. 14 to 17. Vers 14 tot en met 17. It says for as many are led by the Spirit of God. These are the sons of God. For you did not receive the spirit of bondage again to fear. You have not received the spirit of bondage. Je hebt geen geest van gebondenheid ontvangen. Again to fear. Aan angst. But you received the spirit of adoption by whom we cry out, Abba Father. The spirit himself bears witness with our spirit that we are the children of God. And if children, then heirs of God and join heirs with Christ. If indeed we suffer with him, that we may also, hallelujah, glorify together. We can cry out Abba Father. We kunnen Abba Vader uitroepen.
He loves us so much. Hij houdt zoveel van ons. That he makes us to be his children. Dat hij van ons zijn kinderen heeft gemaakt. We are the children of God. Wij zijn de kinderen van God. He gives us his Holy Spirit. Hij geeft ons zijn Heilige Geest. And we allow ourselves to be led by that Spirit. En we staan toe dat we geleid worden door And die Geest. And we can say, I am a son of God. En daardoor kunnen we zeggen, wij zijn zonen van God. I am a child of God. Ik ben een kind van God. He said, I have not given you the spirit of bondage to fear. Hij zegt, ik heb u geen geest van gebondenheid voor angst gegeven. I have not given you that spirit. Ik heb u dat geest niet gegeven. Who knows the spirit he has given us? En wie weet de geest die hij ons gegeven heeft? The spirit of love. De geest van liefde. The spirit of what again? The power. De geest van kracht. And sound mind. En een goede gedachte. Amen. When you don't know that you are a child of God, als u niet weet dat u een kind van God bent, you live in torment, in fear. Dan leeft u in kwelling en angst. Fear begins to control your life. En begint angst uw leven te controleren. But he said, I didn't give you that fear. Maar God zegt, die geest heb ik u niet gegeven. So if you are dealing with the spirit of fear and anxiety, dus als het te maken heeft met de geest van angst en uitputting, anxiety, angst. Nervositeit en angst. He said, I didn't give that to you. Hij zegt, ik heb dat niet aan u gegeven. I have not given you that spirit. Ik heb u die geest niet gegeven. I give you a different spirit. Ik geef u een hele andere geest. Satan is the one who operates in fear. En Satan is degene die opereert in angst. He puts fear in your spirit. Hij plaatst angst in uw geest. He manipulates your spirit. Hij manipuleert uw geest. But God said, that spirit is a spirit of bondage. Maar God zegt, die geest is een geest van gebondenheid. But God has given us the spirit of love. Maar God heeft ons de geest van liefde gegeven. And the spirit of love is the spirit of freedom. En de geest van liefde is de geest van vrijheid. Is the spirit of God. Is de geest van God. Is the spirit of love. Is de geest van liefde. Because where the spirit of God is. Want waar de geest van God is. Freedom. Daar is vrijheid. You see? Ziet u? When you allow yourself to be and believe that you are a child of God. Als u zelf toestaat om te geloven dat u een kind van God bent, you begin to walk in his spirit. Dan begint te wandelen met zijn geest. And you receive the love of the Father. En u ontvangt de liefde van de Vader. You know that you are not being judged. En u weet dat u niet veroordeeld wordt. God does not judge us. Want God veroordeelt ons niet. God brings conviction. Maar hij brengt overtuiging. So that we can repent. Zodat we ons kunnen bekeren. And walk as the blessed of the Lord. En wandelen als de gezegende van de Heer. He said we are children. Hij zegt, wij zijn kinderen. If we are children of God, als wij kinderen van God zijn, then we are heirs. Dan zijn we erfgenoten. It means everything that belongs to God. Dat betekent alles wat God toebehoort. It belongs to me. Behoort ook ons toe. Everything that belongs to Jesus. Alles wat Jezus toebehoort. It belongs to me. Behoort tot mij. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Dank u, Jezus. And sometimes we suffer with him. En soms moeten we lijden met hem. But God say we will be glorified with him. Maar God zegt, we zullen ook verheerlijkt worden as met hem. Jesus is blessed. Zoals Jezus gezegend so is. So am I blessed. Zo ben ik ook gezegend. Are there any blessed people in the house today? Zijn er gezegende mensen in het huis vandaag? Let's go to 1 Corinthians 13 verse 4. Laten we 1 Korintiërs 14 gaan, vers 4. I love to preach about the love of God. Ik hou ervan om te prediken over de liefde van God. It's what keeps me going. Dat houdt mij gaande. 1 Corinthians 13. 1 Korintiërs 13. Vers 4. Vers 4. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. He said, love suffers long and is kind. Love does not envy. Love does not parade itself. It's not puffed up. Love suffers long. Liefde is geduldig. God is love. God is liefde. God suffers long. God is geduldig. And God wants us to be like him. En God wil dat wij zoals hem zijn. That's why he doesn't throw us away. En daarom gooit hij ons niet weg. Because he gives us long rope. Want hij geeft ons een lange touw. So God's love suffers long. Liefde is geduldig. That's why sometimes even when we are angry. En daarom soms ook als we boos zijn. In our prayer we just want God to strike somebody. In ons gebed willen we dat God gewoon iemand omslaat. But it's not happening. Maar het gebeurt niet. Because love suffers long. Want liefde is geduldig. He gives even our enemy chances. Hij geeft zelfs onze vijanden nog meer out kansen. Of his love. Uit zijn liefde. Because God didn't just send Jesus Christ to the church. Want God heeft niet alleen Jezus gestuurd naar de kerk. He sent him to the world. Hij stuurde hem naar de wereld. And sometimes
sometimes our enemies are in the world. En soms zijn onze vijanden in de wereld. They are not the children of God yet. Ze zijn nog niet de kinderen van God. But he says he's so far long. Maar God is geduldig. Impatient. Hij is geduldig. Hoping they will change. En hopen dat ze zullen veranderen. And be saved. En gered zullen worden. And not perish. En niet om zullen komen. But we want people to perish. Maar wij willen dat mensen omkomen. Amen. Amen. But love suffers long. Maar liefde is geduldig. And God wants us to be like him. En God wil dat wij zoals hem zijn. Some of us are quick to give up on people. En sommigen van ons geven heel snel op mensen. We give up on leadership. We geven op in de leiderschap. We talk bad about our church. We spreken slecht over onze kerk. We forget all the good times. We vergeten al de goede tijden. We talk bad about our children. We spreken slecht over onze kinderen. Children against their mother or father. Kinderen tegen hun ouders. Against each other. Tegen elkaar. One strike we are done. Met één klappen, dan zijn we er klaar mee. But love suffers long. Maar liefde is geduldig. In this season. En in dit seizoen. Because you need the love of the Father. Omdat u de liefde van de Vader nodig Why hebt. Don't you also suffer long with some people? Waarom bent u dan ook niet geduldig met mensen? Hè? Ja. Suffer long with your husband. Wees geduldig met uw echtgenoot. With your wife. Met uw echtgenote. Give people chances to change. Geef mensen de kans om te veranderen. When you don't see them in church, text them. Als ze niet in de kerk zien, geef ze dan een tekst. Encourage them. En als ze komen, bemoedig ze. Be in the house of God. Wees in het huis van God. Love suffers long. Liefde is geduldig. He said, and love is kind. En liefde is vrede. We need to be liefdevol. Kind. Wij moeten ook liefdevol zijn. We need to be kind. Wij moeten vriendelijk zijn. Liefde is aardig. Liefde is ja, aardig, vriendelijk. We need to be kind. Wij moeten aardig zijn. Be a kind person. Wees een vriendelijk persoon. Are you with me? Bent u met mij? Don't always be aggressive towards people. Wees niet altijd agressief naar mensen toe. Ask things in kindness. Vraag dingen in vriendelijkheid. Respond in kindness. En ook weer antwoord geven in vriendelijkheid. Treat people the way you want people to treat you. Behandel mensen zoals u behandeld wilt worden. You'll be the one to sow the first seed. Wees degene die de eerste zaad zaait. You know, people treat me sometimes bad. Weet je, sommige mensen zijn ook onaardig tegen mij. Even the sheep you lead, sometimes they treat you so bad. Zelfs de schapen die je leidt, soms zijn zo onaardig. But when they write me, en behandelen ze je slecht, maar als ze mij schrijven, I always respond. Reageer ik toch wel. Because it's not about you. Want het gaat niet om u. It's about me and God. Het gaat om mij en God. I will do what I need to do. En ik zal doen wat ik moet doen. And you continue doing what you think to en do. U doet wat u moet doen. The end will come. Het einde zult komen. And I hope you make it to God. En ik hoop dat u het redt om tot God te komen. You make it to heaven. Ik hoop dat u het redt om in de hemel But te komen. If you go to heaven, maar als dat naar de hemel gaat. Before you go to heaven, voordat u naar de hemel gaat. What kind of life do you want to live on earth? Wat voor leven wilt u leiden op aarde? Because most of the seed we sow, want de meeste zaad die wij zaaien. We are going to reap them on earth. Wij zullen ze op aarde ook oogsten. So you must decide. Dus we moeten een besluit nemen. Are you with me? Bent u met mij? The Bible says, de Bijbel zegt. Love does not envy. Liefde is niet jaloers. That's why I have problem with leaders. Daarom heb ik probleem met leiders. Who are jealous of their spiritual children, sons and daughters. Die jaloers zijn op hun geestelijke kinderen, zonen en dochters. God is love. God is liefde. God is not envy. God is niet jaloers. That's why God is not afraid when you are driving your favorite car. En daarom is God niet bang als u uw favoriete auto rijdt. God is too big. God is te groot to be worried om zich zorg te maken when you build your favorite house. Dat hij je favoriete huis hebt he gebouwd. Has a whole mansion. Hij heeft een hele kasteel. He lives in heaven. Hij woont in de hemel. Streets of gold. Op straten van goud. Why will he fight you? Waarom zou hij met u strijden? For being better. Dat u beter bent. Every good father. Ieder goede vader. Every good mother. Ieder goede moeder. Want their children to be better. Wil dat hun kinderen beter zijn. Want their children to be okay. Wil dat het okay is met hun kinderen. Is somebody with me? Is iemand met mij? I don't have problem with anybody in this church growing. Ik heb geen probleem met mensen in deze kerk die groeien. My only problem is when you do it wrong. Mijn enige probleem is als je het verkeerd doet. Because there is a right way to do a thing. Want er is een juiste manier om een ding te doen. And there is a wrong way to do it. En er is een verkeerde manier om het te doen. I don't have problem. En ik heb geen probleem with people excelling, dat mensen verder komen. Getting elevation. Dat ze verhoogd worden. My problem is when you do it in dishonor. En promotie krijgen. Maar mijn probleem is dat je het in een oneer doet. And you do it in disrespect. En je doet met disrespect. Are you with me? Bent u met mij? Then I have a problem with you. En dan heb ik een probleem met u. And I have a problem with how you are doing things. En met een probleem met hoe u dingen doet. The Bible says love does not parade itself. De Bijbel zegt liefde is niet gewichtig of trots. You see? Parade himself. You know, you try to push yourself, show yourself, promote. Self-promoters will always fail. Niet te gewichtig zelfpromoters zullen altijd falen. Some people think they are more than what they actually are. Sommige mensen denken dat ze meer zijn dan wat ze eigenlijk echt zijn. Prove to them that I too I am this. Ik zal bewijzen dat ik dit
ook dit bent. Out of the wrong intent. En uit de verkeerde intentie. Wrong motives. Verkeerde motivatie. Because of your pride. Verkeerde motieven. Your vanwege jealousy trots. And envy of people who are elevated. Je bent jaloers op mensen die hoger op zijn. You start your own thing. Je begint je eigen ding. But God is not in it. Maar God is er niet in. Is somebody with me? Is iemand met mij? And don't think because you start something, people are following you, that God is in it. En denk niet omdat u iets bent gestart en er zijn mensen die u volgen, dat God er ook in is. Satan has followers. Satan heeft ook volgers. Are you with me? Bent u met mij? People follow Satan. Er zijn mensen die Satan volgen. Are you with me? Bent u met mij? People follow Satan. Er zijn mensen die Satan volgen. So anybody will have somebody to follow them. Dus iedereen zal iemand hebben die ze volgt. But at the end, maar aan het einde, God will judge your work. God zal uw werk beoordelen en he veroordelen. Hij zal het werk veroordelen. He said, love is not puffed up. Hij zegt, liefde is niet gewichtig. There are some people nobody can talk to you. Er zijn sommige mensen, niemand kan tot u praten. God is not like that. En zo is God niet. God is love. God is liefde. He is not puffed up. Hij is niet gewichtig. Are you with me? Bent u met mij? Even when people don't do right by me. En ook al doen mensen het niet goed met mij. When they write me to explain. Als ze mij schrijven om het uit te leggen. I always say no worries. Zeg oké, maakt niet uit. Then I give them instruction on how to do it. En ik geef ze instructies hoe ze het moeten doen. Because love is gentle. Want liefde is geduldig. Except if I've asked you 1,000 times. Tenzij ik je duizenden keer heb gevraagd. And then I will rebuke you. En dan vermaan ik je. Strongly. Op een sterke manier. And God also does that. En dat doet ook God. But before God comes to that place, maar voordat God tot die plaats he komt, takes his time with you. Neem hij de tijd met u. He speaks gently with hij spreekt you. Rustig met u. Cultivate the manner to be gentle. Cultiveer de karakterschap om rustig te zijn. Don't only think about you. Denk niet alleen aan uzelf. People are struggling in the way you don't even know. Als er mensen die het moeilijk hebben op een manier dat je niet eens weet. You don't even know. Je weet het niet eens. People are going through things. Mensen gaan door dingen heen. Don't let make-up and wigs to fool you. Laat make-up en pruiken je niet voor de gek houden. Or nice shoes to fool you. Of mooie schoenen u voor de gek you houden. You'll be surprised what people are going through. U zult versteld staan over wat mensen aan het doormaken zijn. So don't be the one to hit the last nail on the head. Dus wees niet degene om de laatste spijker in de kop te slaan. Or the last nail on the coffin. Of de laatste spijker op het doodskist. Do you know that some people will commit suicide? Weet je sommige mensen die zelfmoord hebben gepleegd? It's because nobody knew what they were going through. Is omdat niemand wist wat ze meemaken waren. And then somebody was supposed to be nice to them. En dan iemand die eigenlijk aardig voor hen moest zijn. Allow the devil to use them to be the one to just give the last strike. Stond toe dat de duivel hen gebruikte om degene te zijn die de laatste duw gaf. And they are discouraged. En ze zijn ontmoedigd. The pain is so much. De pijn is zo groot. Just take their life. Ze hebben hun eigen leven genomen. Don't be that person. Wees niet die persoon. But be the one. Maar wees degene that God will use you dat God u zult gebruiken to pull somebody out. Om iemand eruit te trekken. You will be the one to pull people out. Dat u degene bent dat iemand eruit, when mensen somebody uittrekt is struggling, wanneer mensen het moeilijk hebben. That before you throw your venom, dat voordat je je gif stuurt your accusations, gooit en je aanklagingen discern, wees discern onderscheid. Onderscheiding, heb onderscheiding. Are you with me? Bent u met mij? Am I the one to hit the last nail? Ben ik degene die de laatste spijker zal slaan? Or am I the one to give the last hope? Of ben ik degene die de laatste hoop zal geven? Choose to be the one to give the last hope. Kies om degene te zijn die de laatste hoop zal geven. Every time when I deal with people, en iedere keer als ik te maken heb met mensen, I always remember, ik probeer altijd aan te denken that I may be the last hope. Dat ik misschien de laatste hoop ben. So no matter how bad they do things, dus maakt niet uit hoe slecht ze dingen doen, I may correct them, rebuke them. Ik corrigeer en ik vermaan ze. But before I end, maar voor ik het eindig, I build them up with hope. Bouw ik ze weer op met hoop. I build them up with hope. Ik bouw ze weer op met hoop. I let them know you can do better. Ik laat ze weten, je kunt beter. You can change. Je kan veranderen. There is still hope for you. Er is nog hoop voor u. Don't give up. Geef niet op. Are you with me? Bent u met mij? And if you find somebody who gives you hope, en als je iemand vindt die je hoop geeft, don't be too puffed up. Wees niet te trots to receive it. Om het te ontvangen. Receive it. Ontvang het. And walk with it. En wandel ermee. Stay close to a person. Blijf dicht bij een persoon who always encourages. Die u altijd bemoedigt. Show you love. Die u liefde toont. Stop knocking at the doors. Hou op met kloppen op deuren. That are already closed. Die al gesloten zijn. And you look at the one. En u kent degene. Who will touch you. Die u aanraakt. Ask you how are you. En vraag hoe gaat het met and u. You treat them anyhow. En u doet zomaar met hen. You are treating love anyhow. U behandelt liefde zomaar. And God is love. En God is liefde. God is love. God is liefde. When God sent a person to love you. Wanneer God een persoon stuurt om van u te houden. It is God. Het is God.
It is God. Het is God. When you reject that person, als je de persoon afwijst, you are rejecting God. Wijst u God af. So in this season, dus in dit seizoen, you must thank God. Moet u God bedanken. For the people who love you. Voor de mensen die van u houden. If you have a pastor who loves you. Als een pastoor die van u houdt. They may not be perfect. Misschien zijn ze niet perfect. Or a husband, a wife. Of een echtgenoot, een echtgenote, een kind. Thank God for them. Dank God voor hen. Thank God for them. Dank God voor hen. Because there are people who are looking for somebody to love them. Want er zijn mensen die op zoek zijn voor iemand die van hen zou houden. And find nobody. En ze kunnen niemand vinden. If you are in a church where somebody even greets you. Als je in een kerk bent, iemand je zelfs begroet. Thank God for that church. Dank God voor die kerk. Are you with me? Bent u met mij? If you've been in a church and you had at least one breakthrough in that church. Als je in een kerk bent, heb je tenminste één doorbraak in de kerk. Be careful how you treat that church. Wees voorzichtig hoe je die kerk behandelt. Because it was God who met you in that church. Want het was God die ontmoette in de kerk. And bless you through that church. En u zegende door de kerk. And bless you through that leader. En u zegende door de leiderschap. When you wound them. Wanneer ze verwond. You are wounding God. Dan verwondt u God. And you shall be wounded too. En ook u zult verwond raken. It's just a principle of life. Het is een principe van het leven. Are you with me? Bent u met mij? 1 John chapter 4 verse 16 to 18. 1 Johannes hoofdstuk 4 vers 16 tot en met 18. 1 John 1 Johannes chapter 4 hoofdstuk 4 Halleluja. Is that right? I hope I wrote that scripture well. 16 to 18. Vers 6 tot en met 18. 16 tot en met 18. God is in this place. God is in deze plaats. How many of you thank God for love? Hoeveel jullie bedanken God voor liefde? It says, let's read together. Laten we weer samen lezen. 1, 2, 3, read. And we have known and believed the love that God has for us. God is love. And he who abides in love abides in God. And God in him. Love has been perfected amongst us in this, that we may have boldness in the day of judgment. Because as he is, so we are in this world. There is no fear in love, but perfect love casts out fear. Because fear involves torment. But he who fears has not been made perfect in love. You see? Ziet u? This is a powerful scripture. Dit is een krachtige schriftgedeelte. God is love. God is liefde. And he who abides in love. En degene die in liefde blijft. Abides in God. Verblijft in God. You cannot be hateful. U kan niet hatelijk zijn. You act in hatefulness. U reageert in hatelijkheid. And you say you are in God. En u zegt u bent in God. Often time to test how far you are from God. Heel vaak om te testen hoe ver u weg bent van God. Is to check if you are acting in love. Is om te checken of u in liefde reageert. Are you with me? Bent u met mij? Because if you love God, you will not harm me. Want als u van God houdt dat u mij geen pijn doet. I am a child of God. Ik ben een kind van God. How can you love God and hurt his child? Hoe kunt u van God houden en zijn kind pijn doen? You say I love Apostle Claire, you hurt Kelsey. Je zegt ik hou van Apostle Claire, maar doet Kelsey pijn. For example. Bijvoorbeeld. No, if you love me, you will protect what is connected to me. Nee, als u van mij houdt, zult u beschermen wat bij mij toebehoort. Are you with me? Bent u met mij? Out of love, sometimes you don't do certain things. Uit liefde soms doet u, laat u bepaalde dingen achterwege. Let your actions be judged by love. Laat uw acties beoordeeld worden door liefde. Are you with me? Bent u met mij? Like people who go to the church and break down the church. I'm saying, do you know what you are doing? Zoals mensen voor gaan naar de kerk en breken de kerk af, maar ik zeg, weet u wat u aan het doen bent? Because he says. Want hij zegt. And he who abides in love abides in God. En degene die in liefde verblijft, verblijft in God. So if you are not walking in love, you are not in God. Dus als u niet wandelt in de liefde, dan bent u niet in God. You have gone far from God. Dan bent u ver weg van God. Okay. Okay. He who abides in love abides in God. When you stay in love, you actually just stay in God. Als u in liefde blijft, dan blijft u eigenlijk in God. Love keeps you in God. Liefde houdt u in God. And hatred takes you, bitterness and all those evil things takes you far away from God. En haat en bitterheid neemt u ver weg van God. Say, I will abide in love. Zeg, ik zal in liefde verblijven. He said, he who abides in love abides in God. And God in him. Yeah, Christ in me, the hope of glory. Sometimes I think like God just jumped out like a frog
out of people because when he see the level of hatred. Ik denk dat soms God gewoon als een kikker uit mensen springt, want als hij ziet het niveau van hatelijkheid in you. Dat in u is. God is love. He cannot cooperate with hatred. God is liefde, kan hij niet blijven zitten met hatelijkheid. Just like darkness and light cannot live in one place. Hetzelfde als duisternis en licht kunnen niet samen in één plaats zijn. Are you with me? Bent u met mij? Say God abide in me. Zeg God verblijft in mij. But I love what verse 17 is saying. En ik hou van wat in vers 17 staat. It says love has been perfected among us. Liefde is perfect gemaakt onder ons. Are you with me? Bent u met mij? God has made it perfected amongst us. God heeft ervoor gezorgd dat liefde perfect is. Because love is God. Want liefde is God. Are you with me? Bent u met mij? It's Christ himself. Het is Christus zelf. He has been made known among us. Hij werd bekendgemaakt onder ons. He has revealed himself among us. Hij heeft zichzelf geopenbaard onder ons. Which means we have no choice but to love also. En dat betekent we hebben geen keuze dan om ook lief te hebben. Are you with me? Bent u met mij? And I love what it says in 18. En ik hou van wat er staat in 18. No, before we even go to 18, say as God is. Daarvoor al staat als zoals God is. So are we. Zo zijn wij. I want to be like God. Ik wil zijn als God. I want to hate hatred. Ik wil haat haten. I renounce the spirit of hatred. Ik vermaan de geest van hatelijkheid. I rebuke it out of my life. Ik vermaan het uit mijn leven. I want to be able to love so much. Ik wil bij macht zijn om heel veel lief te hebben. That no matter what people do, I will not go into the area of Satan. Dat ongeacht wat mensen doen, dat ik niet op een niveau zou gaan van Satan. I want to be able to forgive like God. Ik wil bij macht zijn om te kunnen vergeven net als God. Is somebody with me? Is iemand met mij? As God is, so are we on earth. Zoals God is, zo zijn wij op aarde. As God is powerful, so are you. Zoals God krachtig is, zo bent u. As God is kind, so are you. Zoals God liefdelijk is, zo bent u. Because we are made in the image and the likeness of God. Want wij zijn gemaakt in de beeldenis en de lijkenis van God. We're supposed to be like God. We moeten zijn zoals God. We're supposed to create like God. We horen zo te creëren net als God. We're supposed to talk like God. We horen zo te spreken als God. We're supposed to sacrifice like God. We horen te offeren als God. We're supposed to forgive like God. We horen te vergeven net als God. We're supposed to heal like God. We horen te genezen net als God. If we do like God, en als wij doen als God, more people will come to the church of Christ. Dan zullen er meer mensen naar de kerk van Christus because komen. They will find God in the house. Want ze zullen God vinden in het huis. They will find God in you. Ze zullen God in u vinden. And they will find God in me. En ze zullen God in mij vinden. Even in the supermarket can people see God in you. Ook in de supermarkt kan mensen God in u zien. Or you treat the cashier like anybody, like you know, you treat people in the supermarket who are helping you. You shout, you just throw money at them, or how do you act? Of behandel je mensen zomaar, bijvoorbeeld de kasseren in de supermarkt? Hoe ga je met ze om? Gooi je gewoon geld naar ze toe, schreeuw je gewoon tot mensen? Do you go and scatter everything in the supermarket? Gaat in de supermarkt en alles omgooien? They have arranged the tomato areas. Ze hebben de tomaatafdelingen maar netjes geordend. You take a tomato from there. En je neemt één tomaatje daar vandaan. And you put it where they put broccoli. En je plaatst het bij onder de broccoli's. You bij de bring broccoli's. This order. Dan brengt u wanorde. And you forget that somebody just arranged it. En u bent vergeten iemand het net had geordend. Hello. Hallo. Somebody just fixed it. Iemand heeft het net goed gemaakt. And you mess up their work. En u hebt het werk verknoeid. Because after all, it's not your shop. Want het is toch niet jouw winkel. Hello. Hallo. Those little foxes. Die kleine vosjes. That spoil the vine. Dat de boel verpest. This other day I was working in the shop. Vorige keer liep ik in de winkel. And I was passing by and something fell from the shelf. En ik liep voorbij en er viel iets naar beneden. My human flesh said, begin to go. You are in hurry. It's not your shop. Let them put it well. Mijn menselijke vlees zei, begin door te lopen, want het is niet jouw winkel. Je hebt haast. Laat het zelf regelen. In me, maar de Christus in mij. Say, go back and pick it up. Zij gaat terug en raap het op. And help them put it right. En help ze om het juist neer te zetten. So I took myself. Dus ik nam mezelf. Picked it up. Raapte het op. And put it right. En plaatste het op de juiste plek. Can we be Christ-like everywhere? Kunnen we overal christelijk zijn? Are you with me? Bent u met mij? You have a whole big carriage of grocery. Je hebt een hele wagentje vol met boodschappen. Somebody has one flesh of oil, one bottle of oil. Iemand heeft één flesje olie.
And you are looking at them. En u kijkt ze aan. And you see your thing is full. En u ziet uw kar is helemaal vol. You can't even out of yourself say, please go, just go pay your one bottle of oil. Kun je het niet zelf zeggen van, weet je, gaat maar even voor. I will wait. En dan wacht ik wel. Sometimes they even ask you like, no, I'm in a hurry. No. En soms vraagt u zeggen, nee, ik heb haast. Show Christ everywhere. Nee, toon Christus overal. Show Christ everywhere. Toon Christus overal. Be nice to people. Wees aardig voor mensen. Are you with me? Bent u met mij? Hello. Hallo. Be nice to people. Wees aardig voor mensen. Don't be nasty. En wees niet lelijk. Doe in niet the lelijk. Parking lot. In op het parkeerplek. Are you with me? Bent u met mij? You see somebody is trying to park in a place. U ziet dat iemand probeert te parkeren ergens. Because they are still struggling with their parking skills. Omdat ze moeite hebben om te parkeren. Because you can park easily. Omdat jij makkelijk kan parkeren. You just bypass their effort and go and park in that place. Dan ga je gewoon hun geld voorbij en ga je die plekje innemen. There is no God in you. Dan is er geen God in u. There is no God in you. Er is geen God in u. Don't bypass by trick and take something from somebody you see them struggling to get. Ga niet voorbij en iets af te pakken wat iemand probeert te krijgen. Help them to get it. Maar help ze om te ontvangen. Madam, can I help you park? Mevrouw, kan ik u helpen parkeren? If you need to do that. Als dat moet doen. Do that instead of say, oh, they are struggling. Let me take their place. Doe liever dat dan te zeggen van, oh, ze hebben moeite, laat me hun plek maar innemen. You may take a simple parking lot place. Misschien neemt u een simpele parkeerplekje in. But that boomerang may come to you that somebody takes your wife. Maar die boemerang kan misschien op je terugkomen dat iemand je vrouw wegpakt. Takes your children. Je kinderen wegpakt. Takes your money. Je geld wegpakt. Something will be taken from you. Iemand wordt iets wat van u afgepakt. Because you sowed the seed. Omdat u een zaad hebt gezaaid. But you thought you used wisdom and smartness to get your way. En u dacht dat u wijsheid hebt gebruikt om je eigen manier te krijgen. But the law of life. Maar de wetten van het leven. We trace you. Zullen je achterna komen. We trace you. Zullen je achterna komen. So people are thinking, it's New Year. Why is she not shouting? I will get new car, new house. This is getting new car. Iemand denkt van, het is nieuw jaar. Waarom roept ze niet? Ik krijg een nieuwe auto, een nieuwe huis. Dit is nieuwe auto. Because if you do God right. Want als je goed doet aan God. God will give you blessings you didn't even pray for. God zal u zegenen geven waar je niet eens voor hebt gebeden. Doors will open for you you didn't even knock at. En deuren zullen voor u open gaan waar je niet eens op geklopt. When you walk in righteousness. Wanneer je wandelt in rechtvaardigheid. What does the Bible say? Wat zegt de Bijbel? He said, in righteousness will I establish you. Hij zegt, in rechtvaardigheid zal ik u bevestigen. Are you with me? Bent u met mij? He said, in righteousness shall thou be established. Hij zei, in rechtvaardigheid zult u bevestigd worden. If you want to be established, als u bevestigd wil worden, walk in righteousness. Wandel in rechtvaardigheid. Wow! This is New Year message. Dit is een nieuwjaarsboodschap. You are coming forth. You are coming forth. Ik dacht, zou gaan roepen, u komt voort, u it komt is voort. By the word of the Lord. Maar het is door het woord van God. That you are coming forth. Dat u voortkomt. In doing the right thing. In de juiste ding doen. They will put poison. Ze zullen gif plaatsen. You will jump and pass. Maar u springt er overheen. Because righteousness is working for me. Want rechtvaardigheid werkt voor u. Are you with me? Bent u met this mij? This is New Year message. Dit is een nieuwjaarsboodschap. Establishing righteousness. Rechtvaardigheid bevestigen. The foundation of righteousness. Het fundament van rechtvaardigheid. Understanding the love of the Father. De liefde van de Vader begrijpen. Oh, how many of you are going back to God? Hoeveel van jullie gaan terug naar God? How many of you are going back to the Father? Hoeveel jullie gaan terug naar de Vader? Because you know Nelly. Want weet u Nelly? The Bible says. De Bijbel zegt. These things may be difficult. Deze dingen zullen misschien moeilijk zijn. But with God. Maar met God. Everything is possible. Is alles mogelijk. If you want to walk in the realm. Als we wandelen in een realm. When everything is possible. Waar alles for you, mogelijk is. Make sure it is with God. Zorg voor dat het met God is. That's why we are starting with God. En daarom beginnen wij met God. Other years we might have started with our own thing. Andere jaar zijn we misschien begonnen met onze eigen dingen. But this year we say God. Maar deze jaar zeggen we God. You and I, Papa. U en ik, Papa. As God move, I move. Terwijl God beweegt, dan beweeg ik. God shift, I shift. Als God verschuift, dan verschuif ik. I'm not losing sight of my God. Maar ik verlies God niet uit het oog. Because it is with God. Want het is met God. That all things are possible. Dat alles mogelijk all is. All things are possible. Possible. All things are possible. This year, all things are possible. Dit jaar is alles mogelijk. The Bible says all things shall be possible. De Bijbel zegt alles zal mogelijk zijn. To him that believes. Voor degene die gelooft.
To him that believes. Voor degene die gelooft. When you believe. Wanneer u gelooft. Oh, I see possibilities. Dan zie ik mogelijkheden. I see possibilities. Ik zie mogelijkheden. I see possibilities. Ik zie mogelijkheden. You people think I'm just talking. Jullie denken ik ben gewoon aan het praten. I actually see possibilities. Ik zie echt mogelijkheden. I see open doors. Ik zie open deuren. I see possibilities. Ik zie mogelijkheden. I see open gates. Ik zie open poorten. Because it is me Want and het is God. God en ik. The hope of glory. Hoop van glorie. Woo! My God, my God, and my God. Mijn God, mijn God, mijn God. Let's go to Galatians chapter 2 verse 20. Laten we gaan naar Galaten 2 vers 20. The Bible says here there is no fear in love. De Bijbel zegt hier er is geen vrezen in liefde. But perfect love. Maar perfecte liefde. Cast out all fear. Werpt uit alle angsten. Perfect love. Perfecte liefde. The perfect God. Perfecte God. Cast out all fear. Werp alle angsten uit. He said, I have been crucified with Christ. Galatians 2:20 says. Galaten 2:20. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith. In the Son of God who loved me and gave himself for me. Somebody should be free. Iemand moet vrij zijn vandaag. I feel freedom in the house. I feel the glory of God in the house. Ik voel de glorie van God in het huis. Ik voel vrijheid. In the house. Ik voel de liefde van God in het huis. Where the love of God is, the spirit of God is, there is freedom. Waar de liefde van God, de geest van God is vrijheid. Er is liefde in deze atmosfeer. Voelt u het? The love of God is in this place. De liefde van God is in deze plaats. Holy Spirit move. Holy Spirit. Heilige Geest beweeg. Heilige Geest beweeg. Holy Spirit move. Heilige Geest beweeg. Holy Spirit move. Holy Spirit. Heilige Geest beweeg. Heilige Geest beweeg. Holy Spirit move. Oh, Baba Shandele, Baba Sokeba, Saya Baba. Woo! My God, my God, my God. Holy Spirit move. Holy Spirit move. Heilige Geest beweeg. Heilige Geest beweeg. Heilige Geest beweeg. Holy Spirit move, Holy Spirit move, Holy Spirit. Holy Spirit move, Holy Spirit. Oh, Holy Spirit move, Holy Spirit move. Hey, I feel the wind of God. Ik voel de wind van God. Hey, mama. Hey, bo shata la baba. Honde pale bo shata. Honde la baba 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 baba. Ya kapandi ribiko she. Hey, la mashande rebeke shekete. Hora baba 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 baba. Hey, I feel the wind of God. Ik voel de wind van God. Hela baba 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 shut up. I feel the wind. I feel the wind. Ik voel de wind. Ik voel de wind. Hela baba shut. Hela baba 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 baba. Hela mama mama shambo. Hey God. Hey everybody, stand to your feet. Iedereen gaat staan op je benen. My God, my God. Mijn God, mijn God. Hela baba shut up. Hela baba shut. Welcome him, welcome him, welcome him. Verwelkom hem, verwelkom hem. Welcome the Father. Verwelkom de Vader. Hier, babo. Hey. Hey, 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 hey. Hey, mama, 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 shut it. Hola, ma, sheko, tola, bababa. Come on, worship the Father, he is here. Aanbid de Vader, hij is hier. Woo! Oh, come on, Zion. Kom op Zion. He and the love of the Father. De liefde van de Vader. We are ba, 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 ba. For God so loved the world. Vader, God zo that niet he zo gave van de wereld. His only begotten Son. Dat zijn enige Zoon gaf. That whosoever believes in Him. Degene die van Hem houden. He will not perish. Zullen niet omkomen. But have everlasting life. Maar eeuwig leven hebben. Oh, how he loves us. Oh, hij houdt zoveel van ons. Oh, how he loves us. Oh, hij houdt zoveel van ons. We receive the love of the Father. We ontvangen de liefde van de Vader. Break through with your love, oh God.
Breek door met uw liefde, oh God. We send this love in the world. We sturen deze liefde de wereld in. That your love will arrest people. Dat uw liefde mensen zal arresteren. And draw them unto you. En naar u toe zal trekken. Draw men unto yourself. Trek mensen naar u toe. Draw women unto yourself. Trek mannen en vrouwen naar u toe. Let them experience the love of the Father. Laat de liefde van de Vader ervaren. Let your love, oh God. Laat uw liefde, oh God. Be like a warm blanket. Als een warme deken zijn. Over the homeless people. Over de dakloze mensen. Over the weary people. Over de mensen die moedig zijn. Those who want to commit suicide. Degene die zelfdoding wil plegen. We send the love of God. We sturen de liefde van God. Let love visit them. Laat liefde hen bezoeken. Let the world receive your love. Laat de wereld uw liefde ontvangen. Let us experience the love of the Father. Laat de wereld de liefde van de Vader ervaren. Oh, we thank you for your love. Wij danken u voor uw liefde. Let your love break the fear. Laat uw liefde angsten breken. Your word said, love cast out all fear. Uw woord zegt, liefde werpt alle angst uit. You have not given us the spirit of fear. U heeft ons geen geest van angst gegeven. You have given us the spirit of love. Maar de geest van liefde. You have given us the spirit of power. U heeft ons de geest van kracht gegeven. And the spirit of sound mind. En u heeft een geest gegeven van een bezonnen gedachte. We pray about the love of God. Wij bidden dat de liefde van God. Let there be the rain of your love. Laat de regen zijn van uw liefde. I receive the love of the Father. Ik ontvang de liefde van de Vader. Anybody receiving the love of the Father. Ontvang iemand de liefde van de Vader. In the name of Jesus. In de naam van Jezus. We need you, Abba Father. We hebben u nodig, Abba Vader. We cry out, Abba Father. Wij roepen uit, Abba Vader. We cry out, Abba Father. Wij roepen uit, Abba Vader. Encounter us, Abba Father. Abba Vader, ontmoet ons. Come before us, Abba Father. Kom voor ons, Abba Vader. Let your love heal us, Abba Father. Laat uw liefde ons genezen, Abba Vader. Heal us by your love. Genees ons door uw liefde. Heal us by your love. Genees ons door uw liefde. We call the love of the Father. We roepen de liefde van de Vader aan. Through your love heal the world. Door uw liefde genees de wereld. Through your love call back the backsliders. Door uw liefde roep terug we mensen die zijn teruggevallen. We receive the love of God. We ontvangen de liefde van I God. I pray for every backslider. Ik bid voor iedereen die is teruggevallen. To receive the love of the Father. Dat we de liefde van de Vader zullen ontvangen. Father, send down your love. Vader, stuur uw liefde. Every person in bondage. Iedere persoon in gebondenheid. Let them experience the love of the Father. Laat de liefde van de Vader ervaren. Encounter us with your love. Ontmoet ons met uw liefde. We receive God the Father. We ontvangen God de Vader. We receive Jehovah. We ontvangen Jehovah. I am that I am. Ik ben dat ik ben. We establish you in this house. We bevestigen u in dit huis. We mount on the platform of your love. We stappen op de platform van uw liefde. We come to the altar of your love. We komen tot de altaar van uw liefde. And we receive the love of the Father. En we ontvangen de liefde van de Vader. Jesus, you are love. Jezus Christus, u bent liefde. God, you are love. God, u bent liefde. Let your love be shed abroad upon our hearts. Laat uw liefde gestort worden in onze harten. Let your love be upon our hearts. Laat uw liefde in onze harten zijn. Let your love be upon our hearts. Laat uw liefde in ons harten zijn. Enlarge our hearts with your love. Maak onze harten groot met uw liefde. We renounce the spirit of hateness. We wijzen af de geest van haat. We renounce the spirit of hatred. We wijzen af de geest van haat. We renounce the spirit of bitterness. We wijzen af de geest van bitterheid. Come on, open your mouth and say it. Maak je mond open en zeg het. I renounce the spirit of hatred. Ik zeg af. Wijs af de geest van hatelijkheid. I receive the spirit of love. Ik ontvang de geest van liefde. Come on, say it out. Kom op, zeg het hardop. I receive the spirit of love. Ik ontvang de geest van liefde. I receive the spirit of forgiveness. Ik ontvang de geest van vergevingsgezindheid. Every bitterness in my heart. Iedere bitterheid in mijn hart. I renounce you. Ik wijs je af. Go now in Jesus' Ga name. Ga nou weg in de naam van Jezus. My God is love. Mijn God is liefde. My Father is love. Mijn Vader is liefde. And the word of my Father says. En het woord van mijn Vader zegt. As God is in heaven. Zoals God is in de hemel. So am I upon the earth. Zo ben ik op de aarde. So today I walk in the love of my Father. Dus vandaag wandel ik in de liefde van mijn Vader. I walk in the peace of my Father. Ik wandel in de vrede van mijn Vader. Thank you, Father, for love. Dank u, Vader, voor liefde. Come on, lift up your hands. And receive it. Hef uw hand op en ontvang het. Oh, I see glory in this place. Ik voel glorie in deze plaats. Some of you are being healed
from rejection. Sommigen worden genezen van afwijzing. People have been rejecting you. Mensen hebben u afgewezen. But the Father's love is here to heal you. Maar de liefde van de Vader is hier om u te genezen. Jesus said, I no longer call you slaves. Jezus, ik noem u niet langer slaven. But I call you friends. Maar ik noem u vrienden. No greater love has anybody than this. Geen groter liefde heeft iemand dan dit. That a man will lay down his life for his friends. Dat een man zijn leven zou neerleggen voor zijn vrienden. Thank you, Jesus. Dank u, Jezus. You lay down your life for me. U heeft uw leven voor mij neergelegd. You lay down your life for me. U heeft uw leven voor mij neergelegd. Oh, thank you, Jesus. Oh, ik dank u, Jezus. Thank you for your love. Dank u voor uw liefde. Thank you for your greater love. Dank u voor uw grotere liefde. Oh God, heal my heart. Oh God, genees mijn hart. Any place I've been hurt, oh God. De plek waar ik pijn heb ervaren. Been wounded, oh God. De plek waar ik verwond ben, God. That love was taken away from me. Liefde mij is ontnomen. That love was denied me. Dat ik geen liefde kreeg. Father, today, Vader, vandaag. I open my heart. Ik open mijn hart. For the love of the Father. Voor de liefde van de Vader. To heal me of every rejection. Om mij te genezen van iedere afwijzing. Heal me of every abandonment. Genees mij van iedere keer achtergelaten zijn. Heal me of every rejection. Genees mij iedere afwijzing. Heal me of every disappointment. Genees mij iedere teleurstelling. Oh, your heart is being healed today. Uw hart wordt nu genezen vandaag. Heal my heart, oh God. Genees mijn hart, oh God. In the place where I was betrayed. In de plek waar ik verraden werd. By people I love. Door mensen waar ik van hield. And they wounded me, Father. En ze hebben mij verwond, Vader. And it caused a different spirit in me. En het zorgde dat een andere geest in today mij kwam. I come to you, Adonai. Vader, Adonai, vandaag kom ik tot u. Heal my heart, oh God. Genees mijn hart, oh God. Heal my soul, oh God. Genees mijn ziel, oh God. Your husband cheated on you. Uw man is vreemd gegaan. Your heart is wounded. En uw hart is verwond. Your wife cheated on you. Uw vrouw is vreemd gegaan. Your heart is wounded. En uw hart is verwond. You are abused by a person you love. U bent misbruikt door iemand waarvan u houdt. Your heart is wounded. En uw hart is verwond. The Father's love is here. De Vader's liefde is hier. To hold you tight. Om u vast te houden. And to heal you today. En om u vandaag te genezen. And help you, oh God. En u te helpen, oh God. In the name of Jesus. In de naam van Jezus. To operate out of the heart of love. Zodat u kunt opereren uit het I hart van you liefde. To pray in this place. Zodat u bidt in deze plaats. Receive Abba Father. Ontvang Abba Vader. Receive grace from God. Ontvang genade van God. This is your year of double for your trouble. Dit is uw jaar voor dubbel voor uw problemen. God will give you an abundance. God zal u overvloed geven. In the name of Jesus. In de naam van Jezus. Abundance of grace. Overvloed van genade. Multiplication. Vermenigvuldiging. Is your portion. Dat is je portie. Some of you came in with a heavy spirit. Sommigen zijn binnengekomen met een zware geest. From 2021. Van 2021. But I want you to drop that heavy spirit. Maar ik wil die zware geest laten vallen. In the presence of God. In de tegenwoordigheid van For God. In the presence of God. Want in de tegenwoordigheid van God. There is fullness of joy. Volheid van vreugde. There is fullness of joy. Er is volheid van vreugde. There is fullness of joy. Er is volheid van vreugde. In the presence of God. In de tegenwoordigheid van God. There is freedom. Daar is vrijheid. Be free today. Wees vrij vandaag. If you backslided in any way. Als je terug bent gevallen, wat geval dan ook. Come to God today. Kom vandaag terug naar God. Receive the help of the Father. Ontvang de hulp van de Vader. Repent and come back to God. Bekeert u en kom terug naar God. I don't care if you were sleeping around. Maak me niet uit als u aan het rondslapen was. Whatever you did. Wat u ook gedaan hebt. Today is a new day. Vandaag is een nieuwe dag. It's a new beginning. Is een nieuw begin. Receive this grace. Ontvang de genade. Receive this love of the Ontvang Father. Ontvang de liefde van de Vader. He said, I didn't come to destroy you. Hij zegt, ik kom niet om u te verwoesten. The enemy come to kill, steal and destroy. De vijand komt om te stelen, vernietigen en te But verwoesten. I've come to give you life. Maar ik ben gekomen om u leven te I geven. I have come to give you life. Ik ben gekomen om u leven te geven. Life more abundantly. Leven in overvloed. Come on, lift up your hand and receive. Hef uw handen op en ontvang abundant het. Abundant life. Overvloed van leven. I receive life. Ik ontvang leven. If anywhere in your journey. Als er echt op uw reis. You pull back from this church. Bent u teruggetrokken van deze kerk. But you are a part of this house. Maar u bent een deel van dit huis. I want you to restore yourself today. Ik wil dat u vandaag uzelf herstelt. Father, this is my year with you. Vader,
dit is mijn jaar met u. I will serve your house. Ik zal uw huis dienen. I will do right again. Ik zal het op de juiste manier doen. I will not shift again. Ik zal niet meer verschuiven. From my assignment in this house. Van mijn opdracht in dit huis. And why you right now begin to talk to God? Voordat u met God begint te spreken. Because God is talking to the ministers. Want God spreekt tot de ministers. You open the door in your life. Heeft de deur geopend in uw leven. Because you pull away from your position. Omdat u was weggetrokken van uw positie. But your position is a place of protection. Maar uw positie is een plek van bescherming. Because there are some things that God only ordained for His servants. Want er zijn bepaalde dingen wat God alleen voor zijn dienstknechten heeft. And you pull back. Voorbestemd en nu heeft ze teruggetrokken. I want you to lift up your hand. Kunt u uw handen opheffen? God is re-establishing you. God is u nu aan het herbevestigen. God is giving you back your voice. God geeft u uw stem terug. I want the men to pray. Kunt de mannen bidden? You run away from God in any way. Als u weggelopen bent van God, op wat voor manier dan ook. You did God wrong in any way. Als u verkeerd hebt gedaan aan God, op wat voor manier dan ook. To take your place as a man. Ik wil dat u plek inneemt als een man. I want the women to pray. Ik wil de vrouwen bid. Father, make me a vessel. Vader, maak mij een vat. Make me a vessel. Maak mij een vat. I feel the love of the Father. Ik voel de liefde van de Vader. He loves us so much. Hij houdt zoveel van ons. He is telling us, I love you. En hij zegt tot ons, ik hou van jullie. My love for you is so big. Mijn liefde voor u is zo groot. Some of you don't know God the Father. Sommigen van jullie kennen God de Vader niet. But God, I want to show you me. Maar God, ik wil u mij tonen. I want to show you me. Ik wil u mijzelf tonen. By faith, just hold the hand of the Father. In geloof hou de hand van de Vader vast. Papa, here I am. Papa, hier ben ik. Show me the way. Toon mij de weg. I'm messed up. Ik heb verknoeid. I'm messed up, Father. Ik heb er een potje van gemaakt, Vader. But I'm here. Maar ik ben hier. Forgive me. Vergeef mij. Fix me. Maak mij goed. So I can be that man. Zodat ik die man kan zijn. You created me to be. Dat u mij geschapen heeft om te zijn. Come on, talk to God. Don't just stand or... Kom op, spreek tot God. Sta niet zomaar. Open your mouth, talk to him. Maak uw mond open en spreek tot hem. Take his hand. Neem zijn hand vast. See yourself in front of the Father. Zie uzelf voor de Vader. And say, Abba, Father. En zeg Abba Vader. I messed up, Lord. Ik heb er een potje van gemaakt. But I'm here. Maar ik ben hier. Give me another chance. Geef mij nog een kans. To make it right. Om het juist te doen. I cannot do it alone. Ik kan het niet alleen. But with you. Maar met u. I can do all things. Kan ik alle dingen. Through Christ Jesus, door Christus Jezus, which strengthens, die mij kracht geeft, I can do all things. Kan ik alle dingen. I can do all things. Ik kan alle dingen doen. I want you to believe it. Ik wil dat u het gelooft. Anuska, talk to God the Father. Anuska spreekt tot God de Vader. He said, I want to show you me. Hij zegt, ik wil u mij tonen. But you are resisting me. Maar je wijst mij af. You are angry with me. Je bent boos op mij. You are bitter towards me. Je bent verbitterd naar mij toe. But I'm your father. Maar ik ben jouw vader. I died for you. Ik ben voor jou gestorven. I died for you. Ik ben voor jou gestorven. I gave everything for you. Ik gaf alles voor jou. I am a God of love. Ik ben een God van liefde. I am not a God of hate. Ik ben geen God van haat. I will answer you. Ik zal u beantwoorden. I will deliver you. Ik zal je bevrijden. I am healing you. Ik ben jou aan het genezen. Trust me. Vertrouw mij. Trust me. Vertrouw mij. I am your father. Ik ben jouw vader. I will not leave you. Ik zal je niet verlaten. Oh, God said, journey has been heavy. God zegt, ja, de reis was zwaar. And I saw you suffer. En ik heb je zien lijden. I've seen you suffer, ik Carmen. Heb je zien lijden, Pastor Carmen. I've seen you cry. Ik heb je zien huilen. And you said, where is my God? En je zei, waar is mijn God? I'm right here. Ik ben hier, zegt hij. Oh. I'm right here. Ik ben hier. I'm right here. Ik ben hier. I am your father. Ik ben jouw vader. I will strengthen you. Ik zal je bekrachtigen. I will comfort you. Ik zal je vertroosten. I will bless you. Ik zal jou zegenen. I will heal you. Ik zal jou genezen. I will show you myself. Ik zal je mezelf tonen. I will show you myself. Ik zal je mezelf tonen. Give that dead relationship. Geef die dode relatie over, to God. Over aan God. Trust him. Vertrouw op hem. Trust him. Vertrouw op hem. We come to you, Papa. Wij komen tot u, Vader. God of love. God van liefde. We bring Zion. We brengen Zion. International.
International Intercessory Ministries. Intercessory bediening, intercessory ministries. To you, God. Naar uw Vader. Be our Father. U onze Vader. Be our God. Wees onze Vader, wees onze God. Be our leader. Wees onze leider. Cover us, Lord. Bedek ons, Heer. Cover this house. Bedek dit huis. Protect us with your wings. Bescherm ons met uw vleugels. With your feathers. Met uw veren. Father, I bring. Vader, ik breng. The children of this house to de kinderen van dit huis naar u toe. Help them, God. Help ze, Vader. Help us, God. Help ons, God. We need you, God. We hebben u nodig, God. Zion, cry out to the Lord. Zion, roep het uit naar de Heer. We need you, God. We hebben u nodig, God. Strengthen us for the journey. Bekrachtig ons voor de reis. There is a journey in front of us. Er is een reis voor ons. And we need you, God, to run this race. En we hebben u nodig om deze race uit te rennen. Minister Rita, cry out to God. Minister Rita, roep het uit naar God. Evangelist Sandra, cry out to Evangelist Sandra, roep het uit naar God. We need you, Lord. We hebben u nodig, God. All eyes on you. Alle ogen op u. All eyes on Jesus. Alle ogen op Jezus. Nanuska, God is healing you. Nanuska, God is jou aan het genezen. God is je aan het genezen. Don't be angry with God. Wees niet boos op God. Sister Marlene online. Sister Marlene online. Sister Marlene Ferdinand. Sister Marlene Ferdinand. God is healing you. God is je aan het genezen. Don't give up on God. Geef niet op op God. Macy. Macy. Don't give up on God. Geef niet op op God. Don't give up on God, Nancy. Nancy, geef niet op op God. Don't give up. Geef niet op. God said, I will heal your marriage. That's what I hear. God, ik zal uw huwelijk genezen. Dat hoor ik. I want you, your husband, to lift up your hands. Ik wil dat u en uw man uw handen opheft. And surrender to God. En geef u over aan God. And begin to cry out to God. Begint uit te roepen aan God. Father, we are sorry. Vader, het spijt ons. Heal our marriage. Genees onze huwelijk. Nes, you feel so pain in your heart. I don't know what that is, but I feel pain in your belly. I feel that pain. Let it go. Meestal heb je pijn in je hart, pijn in je buik. Ik weet niet wat het is, maar laat het los. Let it go. Laat het los. Let it go. Laat het los. If you feel the tears coming to break free, let it go. Als je tranen voelt om vrij te breken, laat los. God zegt, I love you. God zegt, ik hou van u. Brother Miguel, God said, I love you. Brother Miguel, God zegt, ik hou van jou. I will heal you, my son. Ik zal je genezen, mijn zoon. And I will use you. En ik zal u gebruiken. Shalalabasia. Brother Miguel, God is touching your heart. Brother Miguel, God is uw hart aan het aanraken. Sometimes you feel like a sheep that has been abandoned and you feel wounded. Soms heb je het gevoel dat je een schaap bent als een schaap, je voeten als een schaap die achtergelaten is en je voeten verwond, je bent verwond. God said, if you come close to me, God zegt, als je dicht bij mij komt, I will show you, ik zal u tonen, the things that you are looking for, de dingen waar u op zoek naar bent, they are in me, ze zijn in mij. But I need you to come closer. Maar ik heb het nodig dat u dichterbij komt. I will turn around your situation. Ik zal uw situatie omkeren. The finances you need, de financiën die u nodig they hebt, are all in my hand, zijn allemaal in mijn handen. But you must come closer. Maar u moet dichterbij komen. Come on, cry out to God, cry out to God. Roep het uit naar God, roep het uit naar God. God is healing. God is aan het genezen. Peter, cry out to God. Peter, roep het uit naar God. God is healing. God is aan het genezen. God is healing your home. God is uw huis aan het genezen. God is healing. God is aan het genezen. Brother Jack, cry out to God, cry out to Brother God. Jack, roep het uit naar God, roep het uit naar God. Don't ever turn away from God. Keer u nooit weg van God. I see the enemy is waiting for you at the door. Ik zie de vijand wacht op u bij de deur. But God said, as long as you stay close to me. Maar God zegt, zolang u dicht bij mij blijft. Brother Jack, he says, the enemy will not touch you. Brother Jack, hij zegt, de vijand zal je niet aanraken. He will not touch you. Hij kan je niet aanraken. So today make a new commitment with God. Dus vandaag maak een nieuwe afspraak met God. Make a new dedication to God.
Maak een nieuwe toewijding aan God. Father, I will be the man in my home. Vader, ik zal de man zijn in mijn huis. I will lead in righteousness. Ik zal leven in rechtvaardigheid. I will lead in holiness. Ik zal leven in heiligheid. I will make the right decisions. Ik zal de juiste keuzes maken. You can count on me, Father. U kunt op mij rekenen, Vader. I'm doing the best I can. Ik doe het beste dat ik kan. But I need you, God. Maar God, ik heb u nodig. To make me that man. Dat u van mij maakt de man. You have ordained me to be. Dat u mij voorbestemd hebt om te zijn. Heal my son. Genees mijn zoon. Touch my son. Raak mijn zoon aan. Touch my children. Raak mijn kinderen aan. Cover my home. Bedek mijn huis. Pastor, come and pray for Hank. Pastor, kom en bid voor Hank. Pray for Hank. Bid voor Hank. We commit Hank to God. We brengen Hank tot God. His total healing. En we bidden voor zijn totale genezing. Total healing. Totale genezing. Let's press into his presence. 3 more minutes and we close. Laat nog 3 minuten doordrukken in zijn tegenwoordigheid. Nog 3 minuten, dan sluiten we. Regina, pray for your sister. Regina, bid voor je zus. Pray for your older, for your sister, the mother of Geneva. Bid voor je zus, de moeder van Geneva. Open your mouth and begin to pray right now. Open je mond en begin nu vooruit te bidden. God, we set his love upon her heart. God, we sturen uw liefde op haar hart. Lord, orabas, lalabos. Kelsey, I want you to pray. Kerst, ik wil dat je bidt. Pray for me also. Bid ook voor mij. Kerstin, pray. Kerstin, bid. Pray for me also. Bid ook voor mij. Set your love upon our hearts. Set your love upon our hearts. Set your love upon our hearts. Those online, I want you to pray. Geen online, ik wil dat jullie bidden. Pray, pray, pray. Bid, bid, bid. The love of the Father is here to restore. De liefde van de Vader is hier om te herstellen. The love of the Father is here to take us forward. De liefde van de Vader is hier om ons verder te nemen. The love of God. De liefde van God. 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 Next, you will live and not die. Mensen, je zult leven en niet sterven. And proclaim the works of God. En het werk van God proclameren. You will live and not die. Je zult leven en niet sterven. And proclaim the works of God. En het werk van God proclameren. Father, I pray for my junior sister Lucy. Vader, ik bid voor mijn jongere zusje Lucy. Father, keep Lucy. Vader, behoud Lucy. Protect her, Lord. Bescherm haar, Heer. We bidden God. You love us. U houdt van ons. We have been crucified with Christ. Wij zijn gekruisigd met Christus. It is not longer us. Het is niet langer wij. Who live. Die leven. But Christ who lives in us. Maar Christus die in ons leeft. And the life which we live now. En de leven die wij nu leven. In the flesh. In het vlees. We live by faith. Leven wij in geloof. In the Son of God. In de Zoon van God. Who loves us. Die van ons houdt. And gave himself. En zichzelf gaf voor ons. For us. Voor ons. In Jesus' name. In de naam van Jezus. In Jesus' name. In de naam van Jezus. In de naam van Jezus. In Jesus. In de naam van Jezus. The Father loves you, Kelsey. Kelsey, de Vader houdt van jou. God loves you. God houdt van jou. Zion. Zion. God houdt van jou. God loves you. Jesus houdt van jou. Jesus loves you. He loves you, Zion. Zion, he loves. Hij houdt van jou. Come here. Kom hier. Jesus loves you. Jezus houdt van jou. Jesus loves you. The Father howls for you. The Father loves you. Sometimes you feel so misunderstood. Soms voel je zo niet begrepen. Like nobody understands. Of dat niemand je begrijpt.
You feel like your father don't understand you. Je hebt het gevoel dat je vader je niet begrijpt. And you feel like your mother don't understand. Je hebt het gevoel dat je moeder je niet begrijpt. And you are broken and confused inside. En van binnen ben je gebroken en verward. And you are struggling in so many ways. En je hebt moeite met zoveel dingen. That nobody knows. Dat niemand weet het. But God knows. Maar God weet het. God weet het. God knows, Zion. God weet het, Zion. Everything you're going through. Alles wat je aan het doormaken bent. And everything you've ever gone through. En alles wat je ooit hebt meegemaakt. God knows. God weet het. Your life has not been easy. Je leven is niet gemakkelijk geweest. Things have not been easy. Dingen zijn niet gemakkelijk geweest. You've been fighting war. Je hebt een oorlog, je bent een strijd aan het voeren. Between what your father says. Tussen wat je vader zegt. And your mother says, en wat je moeder zegt. And you are stuck in the middle. En je zit vast in het midden. But today, maar vandaag. As your spiritual mother, als je geestelijke moeder. I release you from the middle. Zet ik je vrij van het midden. You will no longer be stuck. En je zal niet langer vastzitten. With your pain, met je pijnen. The confusion in your mind, de verwarring in je gedachten. Your anger. Je boosheid. You feel so misunderstood, je voel je zo niet begrepen, zei je. You are surviving, but you are not living. Je overleeft, maar je leeft niet. But today I pray for you, zei je. Maar vandaag bid ik voor je, zei je. That you will live. Dat je zult leven. You will live. Dat je zult leven. You will live, zei je. Zei je dat je zult leven. And you will smile. En je zal lachen. I come against any spirit. Ik kom op tegen iedere geest. That took away your smile. Dat je glimlach hebt weggehaald. That took away your joy. Dat je vreugde hebt weggehaald. I speak the love of the Father. Ik spreek de liefde van de Vader over jou. I speak the peace of God over you. Ik spreek de vrede van God over jou. I speak the blessings of God over you. Ik spreek de zegeningen van God over jou, zei je. And I break every bondage over you. En ik breek iedere gebondenheid over jou. And I set you free. En ik zet je vrij. Right now. Op dit moment. I break any demonic power over your life. Ik breek iedere demonische macht over jouw leven. I break it in the name of Jesus. Ik breek het in de naam van Jezus. And I lose you in the place of peace. En ik zet je vrij in de plek van vrede. In the place of rest. In de plek van rust. Plek van rust. I breathe on you. Ik adem op jou. The breath of life. De adem van leven. Breathe, Zion. Adem, Zion. And leave. En leef. Breathe. Adem. And leave. En leef. Also, take a deep breath. Neem een diepe adem. Breathe out. En adem uit. You will leave. Je zult leven. You will leave. Je zult leven. And forgive your mother. En vergeef je moeder. Anything you have in your heart that you blame your mother for. Als er iets is wat je in je hart hebt waar je moeder de schuld voor geeft. Every pain. Iedere pijn. That you hold in your heart and you blame your mother. Dat je in je hart houdt en je geeft je moeder de schuld daarvan. Son. Zoon. Forgive your mother. Vergeef je moeder. Hear me. Hoor je mij? Forgive your mother. Vergeef je moeder. And love her. En houd van haar. Als je moeder. Forgive your father. Vergeef je vader. Forgive your father. Vergeef je vader. Forgive your father. Vergeef je vader. In their innocence they hurt you. In je onschuld hebben ze je pijn gedaan. And you are hurting so bad. En je hebt zoveel pijn. But the Lord God heals you today. Maar de Heere God geneest jou vandaag. The Lord God heals you today. De Heere God geneest jou vandaag. I release you. Ik zet jou vrij. From that pain. Van die pijnen. I release you. Ik zet jou vrij. From that pain. Van die pijn. Be free. Wees vrij. Be free. Wees vrij. Be free to live, Zion. Wees vrij om te leven, Zion. Wees vrij.
I break every yoke of bondage over you. Ik verbreek iedere juk van gebondenheid over jou. I break it. Ik verbreek het. By the anointing. Door de zalving. Let the yoke be broken. Laat de juk verbroken zijn. By the anointing. Door de zalving. Through Christ Jesus. Door Christus Jezus. I break the yoke of bondage. Verbreek ik de juk van gebondenheid over jou. In the name of Jesus, you will not take the footsteps of your uncles. En ik spreek in de naam van Jezus, niet de voetsporen zal nemen van je omen. You will be a man Oms. Of God. Je zal een man van God zijn. You will walk in the light of God. Je zal wandelen in de licht van God. In Jesus' name. In de naam van Jezus. In Jesus' name. In de naam van Jezus. Amen. 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 And I want the man to always talk with him when he's in church. En ik wil dat de man altijd met hem spreekt als hij in de kerk is. Sit with him and talk with him. Zit met hem en spreek tot hem. Encourage him. Bemoedig hem. Amen. 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 Hallelujah. Amen. We all stand. We thank God for His love. Father, we bless you, Lord. We thank you, Lord, for loving us, Father. We thank you, Lord, for loving us, Father. Through your love, oh God, we know what love is, Lord. Father, my God, we thank you, Lord, that we are sons and daughters of your Father. We thank you, my God, because of love, my God, you gave us the best, Father. Father, we thank you, my God, for everything that you have done for us, Lord, out of love, Father. Father, we thank you, Lord, it's your love that keeps us, Lord, that we not perish. Father, we bless you and we appreciate, Father. We thank you, my God, for everything that you are doing, oh God, in our life, Father. We bless you today, my God. We thank you, Jesus, my God. We say, Lord, thank you. We cannot thank you enough for the love, oh God, that you have towards us, my God, and all that concerns us, Lord. Father, my God, we appreciate you today, my God. We so honor, oh God, today, my God. We thank you, Father, my God, for everything, oh God, you are doing, Father, and you are about to do, oh God, in our life, because, oh God, you love us so much, Father. We thank you, Jesus, our Lord, our Savior. In Jesus' name we pray. Your Lord is our shepherd. We shall not want. He make us to lie down in green pastures. He lead us beside the sea water. He restored our souls. He guide us through the path of righteousness. For his name's sake. Yea, we walk through the valley of the shadow of death. We shall fear no evil, for thou art with us. Your rock and your staff, they comfort us. You prepare a table before us in the presence of our enemies. You anoint our head with oil. Our cups runs over. Surely, goodness and mercy shall follow us all the days of our lives. And we shall dwell in the house of the Lord forever and ever and ever. In Jesus' mighty name, amen. Thank you, everyone. Okay. Don't forget your prayers in for the guardian of intercessor. Yeah. Okay. Please, we it's so needed. We need it for the kingdom. We need it to do the work of God. So please pay your prayers. Amen. Hallelujah. Thank you, everyone. We thank our online family. We thank Facebook, YouTube, and Clubhouse. In Jesus' name. Thank you, everyone. And have a nice, fruitful week in Jesus' name. Amen. Hallelujah.